Okay, nou, wij zijn Paul en Sophie. We zijn inmiddels, dan moet ik altijd even goed nadenken en terugdenken aan het jaar. We zijn 48 jaar getrouwd en we hebben 4 kinderen, waarvan er inmiddels 2 in de hemel zijn. En dat is denk ik ook een beetje het verhaal wat we straks met jullie willen delen. Ja, we hebben 9 kleinkinderen en we zijn gewoon bevoorrecht. We voelen ons bevoorrecht als kinderen van God. Gelukkig. Dus we zien uit. Nou, we zijn in 1975 getrouwd en in 1976 kregen we onze eerste zoon. En dat zag er allemaal heel gezond en goed en voorspoedig uit. Alleen op 6-jarige leeftijd, toen werd er een vrij ernstige spierziekte bij hem ontdekt. En toen werd ons al voorgehouden, dat was de diagnose van toen. Uw zoon zal niet volwassen worden. Het is een progressieve spierziekte. Dat betekent dat alle spieren in je lichaam worden aangetast. Dat steeds zwakker worden en uiteindelijk verlammen. En de prognose was dus dat hij niet volwassen zou worden. Omdat met name ook zijn ademhalingsspieren en zijn hart is natuurlijk ook een spier. In sterkte zou afnemen, steeds zwakker zou worden. En we hebben eigenlijk altijd gebeden en ook wel gehoopt en ook wel geloofd dat er een wonder zou gebeuren en dat Dick niet zou komen te overlijden. Maar uiteindelijk is hij op 45-jarige leeftijd, het is nu 2 jaar terug bijna, is hij toch overleden als gevolg van deze spierziekte. En dat hakte natuurlijk behoorlijk in, vooral omdat je wat anders had gehoopt en verwacht en geloofd. En toch, en dat is denk ik met name wat we graag willen delen, dat is dat we er boven die omstandigheden echt uitgetild zijn. Ik, toen we het eigenlijk hoorden en... Ik naar boven ging, naar zolder, weet je. Je krijgt zo'n soort zwaard van Damocles hangt er boven je hoofd. Dat je zegt, heer, hoe dan, wat dan? Weet je, dat uiteindelijk uit de Bijbel sprong, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. En dat is eigenlijk onze levensstijl geworden. Dus echt per dag te leven. En het mooie was dat we Dick daar natuurlijk in meenamen, in ons geloof. We zaten evangelische gemeente. En Dick's hart was echt overgegeven aan God. En hij is ook gedoopt toen hij 16 was. Toen hij 12 was, was het eigenlijk, zeiden ze ook, dan zal hij in een rolstoel komen. En het was ook zo, toen hij 9 was, zakte hij in elkaar. En dan hield hij je hart vast. Maar het was altijd per dag leven. En je kreeg ook echt de kracht per dag. En je blik op Jezus gericht houden. Dus zo hebben we het eigenlijk altijd gedaan. Toen Dick 20 of 25 was, ging zijn broer, die 2 jaar jonger was, die ging op kamers. En toen had hij zoiets, ja, ik ben de oudste, dus ik wil ook. En wij dachten, nou, dat kan helemaal niet, want zijn spieren waren inmiddels al zo afgenomen in kracht. Dat hij had echt van die zwenkarmen voor de computer nodig. Dus als er iets viel, was het, kun je even die pen pakken? Kun je mijn telefoon aangeven? Kun je me even helpen? Dus we waren continu eigenlijk bezig. Dus echt met zoiets van, nou, jij kunt nooit op jezelf wonen. Dick heeft eigenlijk nooit geklaagd. Nooit geklaagd. Hij was eigenlijk positief. En hij heeft ook een boek geschreven. Ik loop al op Gouden Straten. Daar heeft Willem de Vinken bij begeleid. En daar spreekt hij wel over zijn struggling in, maar meer van zijn struggling van, ik zou ook een vrouw willen. Ik zie gewoon de dagelijkse normale dingen, terwijl het bij hem natuurlijk meer afnam. En toen hij op het laatst aan het einde, hij was inmiddels 44 en op een gegeven moment, hij zou in oktober 45 worden, ging hij vocht vasthouden. Dus toen was het al echt de laatste 3 maanden dat je zoiets had. Hé, maar dit gaat niet oké. Okay. En toen hebben we dat ook echt met hem besproken. Want ik denk dat het ergste vind ik als je geen afscheid kunt nemen. Weet je, je kunt zo blijven geloven tot het laatste. Maar zo'n geloof was het niet. Je hebt een gave van geloof gekregen. En
Dus we hebben het echt met hem besproken steeds. En op de laatste, zeg maar, het laatste weekend was het eigenlijk dat hij hier nog was. We zeiden, dit is zo niet zoals ik het bedacht had. Ik zei, nee, lieverd, maar wij ook niet. Weet je, maar het gaat nu zo. Dus weet je, het enige wat we kunnen doen is ons eraan overgeven. En nou, op 7 oktober werd hij 45. En op 10 oktober is hij overleden. En ja, ik kan niet anders zeggen. We hebben een heel mooi afscheid gehad. Echt de kinderen, de andere drie kinderen met aanhang om zijn bed gestaan. Voordat hij ging, echt met hem gebeden. Ja, het was mooi. En daarna heeft hij iedereen nog persoonlijk ontvangen terwijl hij daar lag. En om iedereen te bemoedigen, weet je. En toen zei hij al tegen mij ook nog, tegen ons zei hij, hou vol. En wij zeiden, ja, joh, dat komt allemaal goed, joh. Weet je, voor ons gaat de tijd aanbreken van, ja, er was natuurlijk zoveel zorg geweest de afgelopen maanden. Er gaat echt een tijd van rust aanbreken. En toen zei zij ook, en dat was ook heel bemoedigend, mam, Jezus heeft al drie keer tegen me gezegd dat ik moet komen, weet je wel. Maar het was zo'n strijd in hem, weet je. Het was zo'n strijd in hem om zich daaraan over te geven. Dus en we hebben een fantastische afscheidsdienst gehad. Eigenlijk een dankdienst. Mm. Nou, weet je, er was zo Gods geest aanwezig. Zo, weet je, dat ook vrienden van onze jongens, die anderen. We hebben dus één dochter en drie zonen. Die waren gewoon helemaal, konden alleen maar huilen tijdens die dienst. En die zeiden daarna, nou, hier moeten we wat mee. Want ze wisten zelf niet wat hun overkwam. Niet gelovige jongens. Die konden dus alleen maar huilen. Dus dat was dus oktober. En nou, op de eerste week januari, onze dochter van 40 is huisarts. En die zegt ineens zo tegen me, het laatste week van december, mam, ik ga even een foto laten maken, want mijn buik is dikker en ik heb laatst een mevrouw in de praktijk gehad. Dat was ook mis. Ik vertrouw het toch niet, even voor de zekerheid. Dus die heeft dat gedaan en ze kwam nou daaruit. Want er werd gelijk al gezegd, oh, maar het is helemaal mis. Helemaal mis. Dus, nou ja. Dus gelijk werd alles in gang gezet. En het was echt een diagnose, een zeldzame vorm van kanker. Dus de hele buikschort, je moet je voorstellen dat vlies, alles zat vol met kanker. Alles zat vol. En eigenlijk werd er ook gezegd, dit is zeldzaam. Dit komt bij vrouwen zelden voor. Dat is eigenlijk iets wat bij mannen wel eens voorkomt. Ze hadden daar ook niet echt een oplossing voor die permanent zou zijn. Dus ze heeft een chemokuur gehad in het AVL. Een hele sterke. Wat gaat er op zo'n moment door jullie dan heen? Als je dat nieuws krijgt, ook vlak na... Na het overlijden van Dick. Ja, eigenlijk weer een beetje dezelfde. Aan de ene kant natuurlijk emoties die er dan over je komen. Als je dat slecht nieuwsbericht hoort. Maar aan de andere kant toch ook weer, ondanks het feit dat je dikke moet wegbrengen, toch weer dat geloof en die verwachting, dit gaat goed komen. En vergeet niet, Dick, je vroeg net even, hoe heeft Dick het allemaal beleefd en doorstaan? Nou, ik kan maar één ding van hem zeggen, en dat is dat het echt een ongelooflijk moedige man is geweest en echt een held, heb ik op bij het afscheid ook gezegd. Hier ligt een held. Hoe die in het leven met al zijn ongemak en al zijn beperking, hoe die in het leven heeft gestaan en alles toch heeft ondernomen wat bij wijze van spreken onmogelijk was voor hem, maar toch gedaan heeft. Dat is wel heel bijzonder. En hij had zijn eigen sociale leven opgebouwd. Hij ondernam van alles, ging op vakantie met vrienden, terwijl er dan allerlei hulptroepen moesten worden ingeschakeld ook. Maar hij deed het toch maar. Dus wat dat betreft is hij heel positief. Heeft hij in het leven gestaan. En heeft hij het ook allemaal beleefd. Maar goed, dan als je vraagt van wat doet of wat deed dit met je. Nou, zo'n,
zo'n bericht is natuurlijk een klap wat je krijgt. Uiteindelijk kunnen we alleen maar zeggen, we zijn er niet alleen ontzettend dichter door naar elkaar toe gegroeid, maar ook in onze relatie met de Heer zijn we zo'n intensiteit beleefd en meegemaakt. Dat je nu ook achteraf kan stellen, we zijn letterlijk boven de omstandigheden uitgedeeld. En niet alleen toen in die periode van de ziekte, maar ook na het overlijden van Petra. Zij was moeder van twee jonge meisjes. En getrouwd met Peter. En echt een prachtig en mooi gezinnetje dat je ook eerlijk moet toegeven. Heer, ik begrijp hier helemaal geen ene bal van. Dat dit gebeurt bij Dick, kon je er in die zin nog vrede mee hebben dat hij niemand achterliet. Hij was alleen wonend, alleen gaand, alleen staand en liet niet echt een vrouw of kinderen na. En we weten waar hij nu is en hij heeft het veel beter dan dat hij het hier ooit gehad heeft. En dat geldt trouwens ook voor Petra, maar ze liet wel een man en twee hele lieve meisjes achter die er tot op de dag van vandaag natuurlijk nog steeds ontzettend missen en er zullen blijven missen. En dat begrijp je dan niet. Dus je hebt wel heel veel vragen. En gelijktijdig, hoe gek het ook klinkt, hebben we er alle twee ook vrede mee dat we er niet echt een antwoord op hebben op die vragen, op de waarom-vragen. Waarom is dit gebeurd? Want je denkt dat het woordje iets anders voorhoudt. Vraag wat je maar wilt en in zijn streamen is onze genezing, nou, noem het allemaal op. En daar hebben we ons best wel aan vastgehouden en toch loopt het dan anders en dan snap je het niet helemaal. Want hoe liep het eigenlijk, zeg maar? Het zeg maar toen die diagnose gesteld werd, moet ik ook zeggen, dachten wij echt, nou, dit is zo'n aanval. Weet je, dit, dat is sowieso. Dat dit na Dick gelijk gebeurt, dus dat was zeg maar januari. En Peter had een boekje ontvangen van Jezus aanraken, van Tom de Wal. En zij was zelf ook positief christen. Dus maar zij was er zo door bemoedigd zij ook ervan uitging, dit gaat allemaal goed komen. Want het is natuurlijk, Dick had een ziekte waar geen medicatie voor was, niks voor was. Petra kreeg een diagnose waar eigenlijk niks voor was, waar ze het even konden rekken dan, dat was het dan. Dus zeg maar door dat boekje van Jezus aanraken was zij heel erg bemoedigd en ja, zij heeft geloofde zij ook gewoon van dit gaat goed komen, weet je wel, ik ga een getuige zijn voor God. Maar dat was dus in januari. En in maart, we waren naar een revival week geweest van Tom de Wal. En we komen vrijdagavond, zijn we nog bij Petra geweest om met haar te bidden. En want je bent opgebouwd in geloof. Super tof was het. En ik zei zeggen, zaterdagochtend gaat de telefoon. Onze jongste zoon, Daniel, die was in Oostenrijk. En om 6:30, dus denk je, raar 6:30, was onze schoondochter en ik zei, ja, ik heb niet zo leuk nieuws voor jullie. Daniel, ik heb hem gevonden in het toilet. Hij kan alleen maar knipperen met zijn ogen. En de ambulance, ik rijd nu achter de ambulance aan. En zodra ik wat weet, bel ik terug. Dus die ochtend kregen we te horen. Dus 8 weken nadat van Petra kregen we te horen. Dat Daniel dus een herseninfarct had gehad. En dat hij in Innsbruck lag. We konden er ook niet naartoe. Het was een beetje daar nog einde corona. Dus eerst was er sprake dat zelfs mijn schoondochter er maar 1 keer per week bij mocht. Nou ja, dat was natuurlijk dat er overheen ook nog is. En dat je echt dacht, wat gebeurt er allemaal? Maar het wonderlijke was dat je, dat je zo ook weer je blik op Jezus alleen maar kon richten. Dat was wel een levensstijl die we door dat gebeuren met Dick hebben ervaren. En toen zei P op een gegeven moment ook van, die was onderweg naar het AVL. En dus toen belde ik op dus wat er met Daan gebeurd was. En en aan de hand ook van, nou, wij gaan samen een getuigenis zijn, weet je wel. Wij gaan samen Daan hiervan getuigen en op een bijzondere manier
Sout Tom de Wal, die kwam hier bij, op een locatie. Ze zouden eerst hier komen, maar het was te klein. Bij House of Miracles. Dus toen zijn we daar naartoe gegaan. En P ook. Dus dat was bijzonder, weet je wel. Hij heeft met haar gebeden. En nou, we gingen er eigenlijk helemaal van uit. En nou ja, inmiddels heeft zij haar traject doorlopen. En Daniel ook, die kwam in, die moest met uiteindelijk bleek dus... nou, hij kon niet praten. Zijn rechterkant was verlamd. Nou ja, die werd met de ambulance hier naar Amersfoort vanuit Innsbruck. En nou ja, dus toen moesten we ook daar naartoe. En ja, dat is... veel. Ja, het is een pittig jaar geweest. Zonder meer. We zijn door dit hele gebeuren zo veel meer bezig met wat er na dit leven ons allemaal te wachten staat. Ja. En hoe meer je daarover leest en hoort, en met name natuurlijk ook van wat de Bijbel al over zegt, maar we zijn de boeken aan het lezen van mensen die dat al even hebben mogen beleven, die er al even geweest zijn en terug zijn gekomen. En die er een beschrijving van geven die zo geweldig mooi is, dan weet je, dan verkwikt het ons natuurlijk op de eerste plaats, omdat je weet dat twee van je kinderen, die zijn daar al en die genieten zo ongelooflijk van die schoonheid en die geweldige liefde die ze daar ervaren. En er is geen pijn, verdriet en moeite meer. En dat is iets wat ons allemaal is toegezegd en ons beloofd is. En hoe gek het dan ook klinkt, niet dat ik levensboer ben, integendeel. Maar je ziet er haast wel al naar uit. Dus we zijn veel meer met wat ons nog te wachten staat straks, de eeuwige toekomst, in plaats van met het hier en nu. En dat is wel iets wat ja, ook een stukje les is voor ons en misschien ook voor iedereen. Het hier en nu is ja, het is belangrijk. En ja, je mag een beroep doen op Gods zegeningen. En het feit dat hij ook wil dat het hier goed gaat. Maar als het dan toch anders loopt, dan mag je ook zo weten dat het pas echt volmaakt wordt na dit leven hier op aarde. En ja, weet je, dat als je je daarin verdiept en al die beloftes die er in de Bijbel staan beschreven van hoe het hoort, dan ga je ook beseffen, ja, de eeuwige toekomst, die zo geweldig mooi is, die zit er nog aan te komen. Dat is, ja, hier maak je er maar een stukje van mee. Maar het complete verhaal, dat komt nog. Ja. En daar verheugen we ons echt over. Hoe meer je daarover leest, dan, ja, weet je, dan wil je haast mensen jaloers maken op wat onze kinderen nu al meemaken. Wat voor ons al in het verschiet ligt. En mensen die Jezus nog niet kennen en die weg nog niet hun weg hebben gemaakt om daar te komen. Dan denk ik, jongens, weet wat je te wachten staat. En weet vooral wat voor beloftes er weggelegd zijn voor je als je Jezus leert kennen en ervaart als de weg tot die eeuwige heerlijkheid. En dat is iets waar we nu veel meer op gefocust zijn. Mm. Ik denk wel, ook met Petra gelukkig. Of zeg maar, in september ging dat eigenlijk slechter. En toen heeft zij ook echt de tijd genomen. Dat hebben ze heel goed gedaan als gezin. Om ook afscheid, het snap je, om het voor te bereiden. En dat was wel heel mooi. En als je op een gegeven moment lijden ziet in, ik denk, in dit geval in je kinderen of bij wie dan ook, dan gun je ze gewoon dat ze daarvan verlost worden. Mm. En zeker, hè, net zoals P, die was heel mager geworden. Je merkte ook op een gegeven moment aan haarzelf. Dat zie je wel vaker bij mensen, dat ze zich losmaken, hè, op een gegeven moment. En dat had zij ook gedaan, weet je wel, ze was er klaar voor. Dus ook de laatste dagen, weet je, heeft ze gewoon afscheid genomen en zich stralend afscheid genomen, weet je. En op een gegeven moment, toen ze overleden was, ze had een motto met haar man. Wat was het? Leven, vreugde en samen zijn. Dat hadden zij. En het leven vieren. Het leven vieren. Dus daarna had ze ook zelf helemaal iets in elkaar gezet bij hun thuis.
waar wel 400 mensen waren, weet je, waar... Nou, het was gewoon een fantastisch mooi samen zijn en een herinnering. En die dachten ook, we hebben een soort afscheidsdienst gehad, ook een dankdienst. Nou, weet je, ook dat was mooi. Hè? Dus we hebben heel... En dat is fijn als je afscheid kunt nemen van degene die je moet loslaten. En het was weer loslaten. En er is één ding, onze kinderen, als mensen zeggen... onze kinderen zijn niet dood. Hè? Ze leven. En ze zijn ons voorgegaan op een hogere weg, waar wij ook op wandelen. En zij zijn, zeg ik maar, gaan rennen en wij komen daar rustig aan wandelen. En nog even over Daniel, die heeft natuurlijk... die heeft intern moeten revalideren in Doorn. Die leest alle boeken. Daan was altijd zoiets... Hij ging ook altijd met zijn gezin. Hij heeft 3 kindjes. De jongste was een half jaar toen het gebeurde. 3 kindjes. Maar die moest dus intern gaan revalideren. Hij heeft een eigen bedrijf. Hij heeft een compagnon. Dus gelukkig ging dat door. En Daan is boeken gaan lezen van Tom. En hij is zo vol van geloof geworden. Weet je, dat is het wonderlijke. Die is er zeker van dat het allemaal goed komt. En hij traint heel hard. Dus hij loopt. Hij sleept nog met zijn rechterbeen en zijn rechterkant. Maar weet je, hij is heel positief. En samen ook, en dat was weer mooi om te zien... Dat ze hun huwelijk, dat is altijd al goed geweest, maar samen gingen ze ook geestelijk, gaan ze ervoor. En zijn vrouw is gewoon niet geweken van zijn zijde, weet je wel. We hebben een fantastische schoondochter. Dus dat was natuurlijk heel bijzonder. En dan heb je Tobias, zeg maar, je had eerst Dix, de oudste, die is dan naar huis gegaan. Dan heb je Tobias, de tweede. En het is dan ook altijd de vraag, hoe gaat het dan met je zoon? Die niets heeft. Want inmiddels is P natuurlijk naar huis. En Daan, die zit nog in zijn... die traint nog steeds verder. En voor Toop was het natuurlijk... Nou, heel wat natuurlijk. Om dit allemaal mee te maken. Maar je merkt gewoon... Weet je, het heeft hem zachter gemaakt. En ook hij ziet echt uit van... joh, dit is maar tijdelijk. En dus dat is wel een ja... Zeg maar een enorme troost. En ik denk, we doen het met elkaar die hier nog zijn. Met mijn kleinkinderen en mijn schoonzoon. Weet je, je vangt elkaar op en je bent er voor elkaar. En het is, als mensen zeggen, we hoeven niet te rouwen, zegt de Bijbel. Zoals de wereld rouwt. En dat is denk ik echt iets wat wij ervaren. Dat je boven die situatie uitgedeeld wordt. En dat je het per dag doet en dat je echt kracht krijgt, maar ook een vreugde hebt, hè, over datgene wat er voor je klaar ligt straks. Dat is dus, het is niet dat we gebukt gaan of zo, totaal niet. Weet je, en God is zo liefdevol en zo dichtbij en dat je eigenlijk alleen maar enthousiaster wordt over het verlossingswerk. Dat dat niet alleen geestelijk is, maar dat dat straks iets is. Weet je wel, ook waarin de natuur verlost gaat worden. Waarin de aarde vernieuwd gaat worden. Waarin we straks weer, snap je, het geweldig mogen hebben zoals het ooit bedoeld is. En dan denk ik, joh, dat is gewoon fantastisch. Maar we zijn super trots op al onze kinderen. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal individuele verhalen per kind. Maar het feit alleen al dat, als we het dan over Dick hebben, dat hij het boek heeft geschreven, Ik loop al op Gouden Straten, wil dus ook al zeggen dat hij zich daar bewust van was, van waar ga ik naartoe als ik hier deze aarde ga verlaten. En bij Petra heb ik ook bij het afscheid heb ik mogen vertellen dat we al vaker afscheid hadden genomen op jongere leeftijd. Is een aantal keren naar Veewegistan gegaan om daar voor zendingsorganisaties of medische hulporganisaties zoals MedAir en World Servants daar werk te gaan verrichten. En dan sta je op Schiphol en dan sta je toen nog jonge dochter uit te zwaaien en afscheid te nemen. En dan was je bij wijze van spreken benauwder voor
waar ze terecht zou komen, waarvan je niet wist hoe de situatie zich, hoe die situatie daar zou zijn. En dan liet je er gaan en dan stond je er heel stoer, stond je eruit te zwaaien. Dan ging ze naar Afghanistan of Soedan of Ethiopië of Saoedi-Arabië is ze geweest, dat soort landen. En dan was je benauwder omdat je niet wist waar ze terecht zou komen. Dus dat je nu dan bij de begrafenis afscheid ging nemen omdat je toen wist waar ze naartoe ging. En je weet, ze gaat nu naar een plek waar het super is, waar het hartstikke gaaf is. En dat is natuurlijk een hele andere manier van afscheid nemen. Dus ja, ik zeg dat maar even vergelijk, maar ook ter bemoediging voor iedereen die in dit soort situaties komt. Als je weet, je zoon of je dochter of je vader of je moeder, maakt niet uit, die komt te overlijden. Maar weet dat als ze Jezus als hun redder hebben aangenomen, dan gaan ze naar een plek wat zo ongelooflijk geweldig is. Want dat zijn dingen die ons ontzettend bemoedigen en waardoor we echt oprecht blij kunnen zijn voor hun. Ja, er is verdriet en ja, we missen ze, tuurlijk. Dat hoort er allemaal, hoort er niet bij, maar dat is natuurlijk gewoon zo. Maar die zekerheid die tilt ons echt boven de omstandigheden uit. En we worden ongelooflijk vervuld met een bovennatuurlijke vrede, iedere dag weer opnieuw. En nogmaals, het gaat op en neer. Natuurlijk, omdat je ze mist, heb je af en toe verdriet. Maar je bent zo blij dat zij het goed hebben en we ze weer gaan zien. Want dat is natuurlijk ook de wijze waarop je afscheid neemt van elkaar. Je neemt hier afscheid, maar je weet, we gaan ze weer zien. En we komen ze weer tegen. En dan hebben we nog een hele hoop met elkaar te vertellen en te delen, denk ik. En God is liefdevol en goed. Amen. Nou, dat is denk ik ook wel goed om te zeggen. Want je hoort natuurlijk heel veel mensen ook om je heen zeggen. Maar hoe kan het nou dat jullie nog geloven? Weet je, je kan als zoiets gebeurt, dan kan het twee kanten op gaan. De ene kant is dat je verbitterd en teleurgesteld raakt. En God verwijten gaat maken. Nou, het tegendeel is met ons gebeurd. We zijn zo meer dan ooit tevoren overtuigd van Gods goedheid. En er is niets wat daar ook maar iets aan af kan doen. En ook wat ons dan, laten we maar zeggen, overkomen is, heeft niets afgedaan aan die zekerheid die we hebben en die we iedere dag weer opnieuw ervaren. God is zo oneindig goed. Zijn liefde is zo onvoorwaardelijk groot. Begrijpen we alles? Nee, we begrijpen niet alles. Maar dat weten we wel. En er is niets wat daar ook maar iets aan af kan doen. En dat ervaren we iedere dag. We zijn, wat dat betreft, is de relatie met God, met Jezus, alleen maar intenser geworden dan ooit tevoren. En daar worden we door gezegend, hoe gek het ook klinkt. Maar dat is echt een, wat we alle twee ervaren, als een cadeau. Ja.